krijgen wat er nu weer allemaal gebeurt, heb ik die vensterbank Pildium gaan zagen. Goedemorgen. Ja, we zijn een beetje later in bed. Ze staat te filmen. Ik ben een beetje ziek. Ja, ze heeft vannacht heel erg licht gesproken en die had een beetje buikpijn. Ik ben ondertussen gedoucht en aangekleed. Ze heeft mijn kleren klaargelegd. En deze blouse, die is van... Vergeet ik ook. Eerst was ik nog thuis. Envy. Broek Friends Connection en mijn doelhuisjes. Hij is toch net als ik nog thuis. Ja, zij had vanochtend zo'n buikpijn, maar dat hadden we al verteld. Nee. Maar ik vind het heel schattig dat ze het zo heeft klaargelegd. En ze voelt zich nu beter, dus ik ga haar nu voor de middag wel naar school brengen. En dan ga ik ook nog snel even een klein boodschapje doen. Mijn dat vind ik niet zo handig. Want ik moet al best... Kan je samen met tanden bij mij halen? Even rusten. Als ik eraan denk en het lukt, doe ik dat. Als ik eraan denk. Dan leg ik hem op tafel zo. Ik beloof dat als ik eraan denk dat ik het doe. Ja, maar laat het wel ook zo. Maar ik kan het wel ook vergeten. Want meestal ben ik dan druk bezig en denk ik... Moet ik snel, in ieder geval snel de deur uit. Dan, het is niet dat ik vergeten ben dat ik je moet halen. Maar dit is voor dan mijn oma. Ja, en ze heeft een kaart voor mij gemaakt. Dus mij zat vannacht heel slecht slapen. Ook van die buikpijn. Dus ze was vannacht zo moe. Dat gaat nu gelukkig beter. En ja, als we nu dat gaan, zijn we perfect mooi op tijd. Zo, wat een haast gelijk. Boodschappen waren niet veel, maar loodzwaar. In ieder geval voor mijn gevoel. Maar misschien komt het ook omdat mijn hoofdpijn van gisteren nog steeds niet helemaal weg is. En ik had aardappels en kattengrip. Dat sjouwt natuurlijk ook lekker mee. Ik zal even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Nou, ik mag ondertussen weer naar school. Middag gaat heel snel. En ik heb aan de poep gedacht. Daar ben ik heel blij om. Maar mijn kind helemaal gelukkig. En we hadden van de week het glas in gedaan. Dat was ik in de auto vergeten. Dus nu heb ik net het glas weer mee naar binnen. Want dat wilde ik net al wegbrengen. Toen was het van nee. En ik wil het glas in de glasbak doen. Want dat vind ik zo leuk. Zo, die ging heel goed. Dus nu ben ik het glas aan het heen en weer slepen. Maar ja, dan gaan we dat van de week wel doen. Ik probeerde wat mee te geven. Dus ja... Dan moet ik dit ook maar even toegeven. Vind ik. Dus even. Ik krijg mijn jas. Echt de ene keer doe ik hem heel makkelijk dicht met één hand. Maar het lukt niet. En ik moet op de fiets even goed dicht. Zij is uit school. Dus we gaan even lekker samen een filmpje kijken. Zij wil heel graag even. Weer een keer. Het is echt een tijd geleden. Ja, even chill. Even liggen. Even samen een filmpje kijken. Dat is best wel een tijd geleden dat we dat hebben. Zullen we Miraculous kijken? Er zit echt een verhaal in, toch? Ja, Miraculous vind ik nog wel oké om mee te kijken. Is goed, doen we dat voor één keer nu. Dat hebben we nu een tijd niet meer gedaan. Kijk. Nou, we hebben gezellig gegeten. Ik zeg trouwens echt te vaak nou als ik begin. En dat merk ik met editen ook. Maar het gaat vanzelf op de een of andere manier. En dan moet ik afleren. Maar goed, Sarah ligt op bed. Marco had een afspraak. En die zou eigenlijk die vensterbank ophalen. Maar dat was hij vergeten. En die liggen alleen vandaag apart. En ik moet en zal die hebben. En sowieso hadden we verder gekeken. En er was echt heel weinig. Dus ik zet de radio aan. Maar die ging een beetje hard aan. En dus ik heb Bas net gebeld. En die komt zo heel hier zitten. Dan heb ik oppas voor Sarah. En dan ga ik ze even halen. Kijk. Daar is mijn vensterbank. En ze worden ook gezaagd voor me. Want ik heb er twee. Wat er nu weer allemaal gebeurt. Heb ik die vensterbank Pildium gaan zagen. Valt het ding op de grond. Het ding verrot. Maar ze hadden niet meer dan die ik wilde. Ik wilde er misschien zelfs nog één, maar die was hier niet op voorraad. Maar dat konden we anders oplossen. Dus nu alles uit de kast. Nu wordt dit misschien die kleinere maat die ik misschien nog wilde. Nu moeten we uit een ander filiaal inkomen. Dat doen ze normaal niet. Maar ja, omdat het hun fout is, gaan ze daar nu toch voor kijken. En nu gaat hij dus proberen uit deze wel de zaagsnede voor de vensterbank te halen. En die andere zijn voor in de wand, voor in die vakken. Maar echt, ik denk, hoe dan? Hoe? Gebeurt dit nou weer? En ik heb alles zo last minute geregeld om het toch op te kunnen halen. En nu dit. Nou, fingers crossed dat het gaat lukken. En dan moet ik ze ook nog in mijn auto krijgen zo. Dus het gaat echt top.
Ze zitten erin. Wat een gedoe geweest. En het ging ook nog eens echt keihard regenen. Want die jongen die me hielp, die zegt, joh, nou gedoe, ik loop wel even mee. Dan help ik je het even in de auto te zetten. Hij was echt super aardig. En het was ook nou niet echt heel erg zijn schuld. Want ja, hij bleef gewoon niet op de juiste manier in het zaagapparaat hangen. Dus op het moment dat hij wil zagen, schiet de plaat uit. Ja, sorry, hij moet even aan. Dus dan zie ik niks. Dus echt een heel gedoe. Nu hebben we ook wel wat geregeld voor die andere vensterbank. Dus dat is echt mega fijn. En nu is er nog één besteld. Die komt uit een ander filiaal. Maar dat was ook wel even een dingetje om hem hier te krijgen. Dus die wordt daar dan wel op de juiste maat al gezaagd. Zodat hij vervoerd kan worden. En dan kan ik hem, als het goed is, eind van de week op gaan halen ergens. Of Marco, moeten we even kijken. Maar dan zou die ze binnen zijn. Dus dat is echt mega, mega fijn dan. Dan heb ik eindelijk wat voor daar. Want we hebben daar best wel lang over na zitten denken hoe we dat wilden doen. En dan heb je eindelijk een idee. Dan is er één winkel die precies heeft wat je zoekt. En nou echt, ik kon wel door de grond zakken toen ik hem op de grond zag gaan. Dat ik echt dacht, en eerst keken we nog, leek het oké. Maar pas als je hem optilde, zag je, het is helemaal gebroken aan één kant. Maar ik wilde bij de vensterbank, als het lukte, dezelfde. En anders zouden we daar gewoon een hele andere vensterbank doen. Maar toen had ik ze, ja, dat stuk kan er wel uit. Ik zeg, kunnen we niet wat voor elkaar betekenen? Ik zei, jullie moeten we toch afschrijven en wegdoen. En ja, ik kon er anders ook niet aan komen. En toen gingen ze natuurlijk, normaal doen ze dat niet in de filialen. En nu, omdat het een uitzonderlijke situatie was. Dus eigenlijk is het een geluk bij een ongeluk, kan je wel zeggen. Want anders had ik er nooit 3 gehad. En nu heb ik er dus uiteindelijk wel 3. Dus eindgoed al goed. Ik heb net echt nog een hele tijd zitten kletsen met Bas. Dus het is al best wel laat. En ik ben alleen maar licht tot slapen. Sorry hoor. En ik denk, nou dan doe ik nog even snel. Al is het maar even 4 fotootjes in het album. Want ik had natuurlijk echt zo'n stapel foto's. Dus dat is echt heel wat uitzoeken. Maar dan, kijk dit dan. Ze was zo'n kleine humpie. Echt, ik vind het zo uber cute om dat dan weer te zien. Ik ga even puzzelen. En dan heb ik deze foto's in ieder geval gedaan. En dan ga ik ook lekker mijn bedje in. Echt, oh, weer scheef. Ik ben altijd afgeleid als ik film. Echt, oh, ze was zo cute. En hier. Dat was de allereerste ijsje ooit. Echt zo leuk. Toch iets meer dan 4 fotootjes ingeplakt. Kon het niet laten, al ben ik niet heel ver gegaan. En ik heb hier in de kasten allemaal stapeltjes gemaakt per dag. En hier zit ook nog in het mapje. Maar dat paste voor nu even niet in de kast en ik wil naar bed gaan. Dus zo kan ik er wel snel makkelijk mee verder. Want het ligt verder al voor het grootste gedeelte gesorteerd. Dus als ik een dag heb, kan ik naar de kast lopen en dan kan ik elke keer zeg maar voor een bladzijde gewoon de volgende foto's pakken. En morgen doe ik die laatste paar, die leg ik ergens anders ook nog even neer. Dus dan moet dat zo lukken en dan heb ik het hopelijk gewoon morgen af. Maar daar ga ik me niet aan vasthouden, want elke keer als ik dat soort plannen maak, dan lukt het niet. Dus dat laat ik los. Grote tip aan iedereen die dit kijkt en zichzelf te hoge doelen stelt. Als je dat doet, net als ik, niet doen. Ga ik ook niet meer doen. En nu ga ik lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, het duimpje achter te laten en reageren. Kan op mijn Facebookpagina Mama Op Hakken. En dan zie ik je morgen. Doei doei!